Odi, afgelopen weekend weer een doelpunt. Inmiddels mogen we wel zeggen dat je onbetwist basisspeler bent, denk ik. Dat moet goed voelen. Ja, zeker. De laatste weken aardig in vorm met goals en assist. En ja, ik voel me goed. En ja, dat laat zich ook zien in het veld. En ik denk inderdaad wel dat ik die basisplek te pakken heb. We hebben je aan de buitenkant gezien afgelopen weekend vanaf het middenveld. Heb je een voorkeur voor de positie? Maar op zich maakt het mij niet heel veel uit. Ik denk als we goed aan de bal zijn, dat je in beide posities veel aan de bal komt. Dus ja, voor mij het is gewoon waar de trainer me zet. Dat vind ik prima. En morgen wacht de Graafschap. Vandaag getraind met de iets wat uitgedunde selectie. Hoe hebben jullie naar de Graafschap toegeleefd? Ja, we hebben een aantal coronagevallen ook in de staf en tussen de spelers. Maar we benaderen het gewoon als een normale wedstrijd. En ja, ik denk dat we gewoon echt een goede trainingsweek hebben gehad. Dus voor mij persoonlijk heeft het geen invloed gehad. Wat verwacht je van het duel van morgen? Ja, ik denk een belangrijk potje. Ik denk als we van de Graafschap winnen dat we op 2 punten komen. Dat het weer voor ons motivatie geeft om er eventueel overheen te gaan. Maar ik denk dat het wel een zwaar bevochten wedstrijd wordt. Waar we hopelijk het publiek kunnen vermaken met nu wat beter voetbal en uiteindelijk ook de 3 punten. Op naar 5 op rij, dankjewel. Alsjeblieft.